Bram, je hebt noodgedwongen je carrière moeten beëindigen vanwege blessureleed. Is het besef al daar? Nee, het besef is er nog niet. Gelukkig is de acceptatie er wel, dus een plekje kunnen geven is er wel. Alleen het besef, nee, op het moment nog niet. Waarom moet je precies stoppen? Je hebt wegens problemen met rug. Veel rugproblemen. Ik was al bekend met rugproblemen, vergroeiing in de rug. En uiteindelijk is er een stukje slijtage geconstateerd. Dus wat me heeft toen besluit om helaas vroegtijdig een punt achter mijn carrière te moeten zetten. Wanneer is het eigenlijk misgegaan met je rug? Ongeveer 3-4 maanden geleden tijdens een training. Ze schoten me eigenlijk in één keer in de rug. En toen zat het ook gelijk goed fout. Wat als gevolg heeft gehad dat ik gewoon een week, anderhalve week gewoon alleen op bed kon liggen. Dat is in de maanden daarna wel beter gegaan? Geleidelijk aan wel. Veel onderzoeken gehad. Uiteindelijk ook nog uitstraling in mijn benen gehad met tintelingen en noem maar op. Dus ik dacht eerst een hernia. Dat was het gelukkig niet. En middels een MRI bleek uit dat het de slijtage was. Alleen de pijn was zo heftig dat we wel, uiteindelijk heb ik 2 injecties nog in mijn rug gehad om de pijn te onderdrukken. Dat is ook beter gegaan, maar was ook puur verder uitstel van de pijn. Dus het was een tijdelijk hulpmiddel als het ware. Dus eigenlijk is stoppen de enige juiste beslissing? Ja, hoe moeilijk het ook is, is het wel, wel de juiste beslissing inderdaad. Je hebt hier lang gezeten, 14 jaar in het voetbal actief geweest. Wat zijn nou de mooiste herinneringen die je hier hebt? Ja, ik heb natuurlijk heel veel herinneringen gehad hier. Veel ervaringen mogen meemaken. Veel mooie dingen, maar ik denk dat het belangrijkste is het warme gevoel. Op het moment dat ik de keuze heb gemaakt om te stoppen, was het gelijk voor mij, werd er gezegd, oké, weet je, de deur staat open. Dus dat warme familiegevoel, daar hecht ik veel waarde aan. Dat is voor mij echt een mooie herinnering en dat zal ik ook wel blijven koesteren.